allemaal, dit wordt inmiddels de derde vlog van mij. Ik wil als eerst iedereen hartelijk bedanken voor alle goede, leuke berichten die je gehad. De positieve feedback. Echt een paar privéberichtjes gehad. Met zeer leuke berichtgeving erin. Dus daarvoor bedankt. En leuk dat jullie ervan gaan volgen. Voor vandaag ga ik jullie meenemen met ons hennepteam. En dan gaan we een aantal woningen kijken of ze daar hennep is. Misschien ontruimen. En als er verdachten bij zijn, worden die aangehouden. We gaan even kijken hoe dat gaat lopen vandaag. We hebben zo eerst even de briefing met een aantal partners die ook aanwezig zijn in ons hennepteam. Dus ook even kijken wat ik vandaag allemaal kan laten zien. Sommige dingen kun je gewoon niet laten zien, zeker als de verdachten in beeld zijn. Maar we gaan jullie meenemen en kijken wat jullie ervan vinden. Dus vandaag een dagje met het hennepteam op pad. Ja, ze zijn inmiddels aangekomen bij het eerste pand. De collega's gaan even aan de bel om te kijken of meneer of iemand thuis is. Als die niet of niemand aanwezig is, dan zal een sloot maken, de deur openmaken. En dan samen met de machtiging van de hulp van justitie gaan we naar onderzoek doen in de woning. Dus we gaan even aan de bel. Hoi! Hoi! Alles goed? Ja. Wat wil je graag zeggen? Ik wil later ook een politieman worden. Wil je ook politieman worden? Maar ben je heel goed bezig aan op school? Ja. Mooi. Wat heb je nu? Ben je uitgeschoold? Ben je al klaar? Nog. Wat is dat dan? Middag. We hebben de toets gehad en ik heb 8,6. En 8,6? Box. Nou, dan gaat het wel goed komen, toch? Ja. Oké. Okay. Hey, ik moet even verder met de collega's, maar dat gaat goed komen. Ja. Succes, jongens. Doei. Nou, aanbellen of aangeroepen doet in ieder geval niemand meer open in de woning. Dus nu gaat een sloten maken, die gaat de deur openboren. Dan gaan we op die manier naar binnen. Kijken wat we aantreffen. Nou, inmiddels zijn we in de woning. Bewoner is niet thuis. Slotenmaker heeft de deuren opengemaakt. Dat zien we op de goedkoopste manier. Dan kunnen we gelijk een slotje erin zetten om het straks weer goed af te sluiten. De collega's van de recherche zijn naar binnen gegaan. Die gaan nu het onderzoek doen. En een beetje kijken hoeveel planten er zijn. Dat allemaal voor het verbaal. Er wordt contact genomen met de ruimploeg die er onderweg is. En die gaat hem zo ontmantelen. En tot die tijd moeten wij panden bewaken. En dan kunnen de collega's van de recherche van het hennepteam onderzoek doen. Nou, de grote gele vrachtwagen is er, dat is de ruimploeg. Dat is een apart bedrijf dat wordt ingehuurd door de politie, de OM. Die gaan nu de woning ontruimen. Die sorteren alles uit, de hennep apart. Maar ook de spullen, de transformaties, dat soort zaken. En dat gaat allemaal door de mijnen en dan gaat justitie er wat in vinden. We zijn nu net weg bij de hennepkwekerij. Die zijn we ontmanteld en naar de recherche heeft wat onderzoek aan gedaan. Ik heb hier naast me Kevin zitten. Kevin is een van de medewerkers in het hennepteam bij ons in bureau. Kevin, zou je eens kunnen vertellen hoe dat allemaal te werk gaat? Of wat net zo belangrijk is om te weten bij de hennepkwekerij? Nou, het allerbelangrijkste is dat mensen melden. Wat eigenlijk wel opvalt is dat achteraf weten heel veel mensen wel van ja, ik rook inderdaad al wat en ik wist niet wat het was. Of ik hoor timmergeluiden op de meest achterlijke tijden. Of gewoon een verdachte situatie in een woning, want er komt niemand. Of als er komt, dan zijn ze maar korte tijden. Dat soort dingen. En op het moment dat dat wat eerder gemeld wordt, dan kunnen wij ook wat eerder onderzoek doen. Ja, dan wordt er vaak gezegd van hoe gevaarlijk is nou zo'n kwekerij? Nou, op jaarbasis komen we toch echt wel bij een x-aantal woningen die daadwerkelijk in de brand zijn gevlogen. Als gevolg van kortsluiting of gewoon fouten in de draden of wat ook. Waar dan inderdaad later een hennepkwekerij blijkt te zitten. Heb ik toch dat voorbeeld gehad op het Noordeinde was dat geloof ik? Ja, toen klopt. Die post op Facebook hadden gehad, waar ja. Was ook een brand uitgekomen, een hennepkwekerij toch? Ja, een bad in mijn plein uit mijn hoofd.
Nou ja. Dus als jullie resultaten willen zien, of hoe dat dan fout gaat, ik zit net even kijken op de Facebookpagina. In een halfjaartje terug, hè? Ja, een halfjaartje terug inderdaad. Ja, en achteraf ja, is het nog redelijk goed, goed afgelopen in deze. Maar ja, het is natuurlijk een flatgebouw. Dus ja, ik kan wel bedenken wat er zou kunnen gebeuren op het moment dat je er lekker erboven woont. Nou, de woning is nu helemaal leeg. We hebben het team ontmanteld. Nou, de recherche die gaat nu verder alle zaken rondmaken, verdachten uitnodigen en dat soort dingen. De woning is helemaal voorzien van nieuwe sloten. Dus de bewoner die eventueel thuis komt of de verdachte, die kan niet meer naar binnen. Dus ja, die kan zich of melden bij de politie. Ja, of die moet weer zelf de sloten gaan inboren. Maar ja, dan gaan mensen waarschijnlijk weer bellen. Dus kunnen we zelfs nog aanhouden. Maar die zal ook ontboden worden. En dan moet hij een verklaring afleggen bij de recherche. En dan gaat de officier verder wat van vinden. Nou, ik hoop jullie het ja, hebben jullie wat kunnen zien van het politiewerk. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Ik heb zoveel mogelijk een beeld kunnen geven, ja, hoe we dat doen. In de kaders dat we kunnen en mogen natuurlijk ook. In ieder geval bedankt voor het kijken. En zoals een echte vlogger dat tegenwoordig zegt, een blauw duimpje zou leuk zijn. Abonneren helemaal top. En dan gaan we weer naar het volgende filmpje.